video. In deze video ben ik naar de DM geweest. Gisteren, om precies te zijn. Ik heb echt een heleboel gekocht. Dus in deze video neem ik jullie mee naar de DM in Duitsland. Ben jij benieuwd wat ik daar allemaal heb geshopt? Laat dan zeker even kijken in deze video. Mocht je de DM niet kennen, de DM is eigenlijk een drogist. En daar ga ik eigenlijk één keer in het jaar of zo wel heen. In Duitsland dus. Ik woon ook best wel dichtbij aan de grens. Dus dat is echt top. Maar daar is alles gewoon echt een stuk goedkoper. Dus bepaalde dingen heb ik even ingeslagen. Zodat ik het gewoon goedkoop heb ingeslagen. En een mooi voorraadje heb. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ze hadden echt mega veel kerstdingen en adventkalenders. Ook voor een goed prijsje. Dus daar ging ik ook nog even naar kijken. Heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Maak je me echt ontzettend blij mee. Ik ging samen met mijn zus naar Duitsland. Dus ik neem jullie gezellig mee. We zijn in Duitsland. Oh, lekker bakkerijtje. En we gaan even naar de TM. Dus is hier nog nooit geweest, toch? Ja. Oh. En dan gaan we even kijken wat er allemaal is. Nou, hier zijn dus allemaal geuren. Oh, Larive. Oh, kijk. 3,95. Die zie je nu best wel vaak. Oh, ja. Deze ruikt naar Olympia. Oh, dit zijn van die neppen. Ja, dat zijn neppe geuren. Je hebt ook alien geuren. Ja, ik heb net hier, Bruno Banani. Limited edition body splash. Misschien voor kerst is het ook wel handig om hier te kijken. Mama vindt deze lekker. Je hebt hier dus ook art deco. Zo mooi. Kijk. Deze verpakking. Heel erg mooi. Wat is dit dan? Een blush denk ik. Oh, ik heb trouwens nieuwe foundation. Een Disney Catrice collection. Oh, wat grappig. Best grappig, limited edition. Oeh, die ziet er heel mooi uit. Ja, leuk. Oh, en hier nog allemaal maskers. Balea. Een wafelmasker. Deze is nieuw. Hier ook. Oh, en hier heb je van die ampullen. Hier heb je dus Maybelline en Catrice. Ik ga even mijn favoriete concealer inslaan. Oh, en dit is DM eigen merk. En deze wil ik even meenemen. Deze spons heb ik altijd. En die is echt heel erg goedkoop. 2,45. Ik zie hier nog wat gift sets. 30 euro voor Jill Sander. Oeh, adventkalenders. Wat is dit? Handmasker. Is dat? Oh. Oeh, dat lijkt me best wel lekker. Dit is chocolate. Dream. Witte chocola. Je hebt ook bruine chocola. Dit is van eigen merk van DM. Ik denk dat je handen hier heel zacht van worden. Dus hier adventkalenders. Ik zie die van Essie. Hier Catrice. De do-it-yourself. 40 euro. Oh, dat ziet er wel goed uit hoor. Kijk dan. Heel nice. En wat zie ik nog meer? Hier die van DM. 26 euro. Ik weet niet wat hier allemaal in zit. Ik denk, ja, allemaal make-up dingetjes. NYX, 55 euro. Ook leuk. Neo Nail, dat ken ik niet. Ik heb zelf die van de Rituals, dus hier ga ik niks van halen. Maar wel echt leuk om even te kijken. Hier heb je dus ook micellair water van Garnier. En die is dan 3,65 euro. Verschillende soorten, dus dat is ook wel echt top. Ik zie hier nog iets van Tamtam. Dat is ook iets wat ik best vaak voorbij zie komen. Een houder voor je spons. Hier nog een beauty blender. Ziet er wel heel erg mooi uit. Oeh. Die is heel mooi. En dan is hier ook nog DM. Eigen merk make-up. Het zijn wel hele mooie nude kleurtjes ook. Heel erg veel nude. Ziet er wel heel erg mooi uit allemaal. Oeh, ik zie wat kerstdingen. Dit ziet er schattig uit. Geurkaars. Ja, een beetje vanilleachtig. En wat servies. Kijk, ik ben nu bij mijn favoriete gedeelte bij de DM. Hier moet je kijken. Ik heb deze al meegenomen. Dit is echt mijn favoriet. Die heb ik vorig jaar gekocht. Dit is wintergevoel. Badschuim.
En die hebben ze dus ook in deze. En dit is echt mijn, ook een favoriete geur. Maar die vind ik lekker in een shower gel. Dus die heb ik al gepakt. Dat krijg ik hier ook. Oh ja. Oh, heerlijk. Want je hebt hier dus dit merkje. Het heet, ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Triacol Moon of zo. Nou, deze is echt top. En deze is dus nieuw. Apple Cinnamon. Heel lekker. Oh, dit is, oh, dit is de wintergevoel, ja. Maar dan om te douchen. Ja, precies. En die is dus nieuw. Je hebt ook winter. En hier ook nog een peeling. Van die lekkere wintergeur. En wat zie ik hier? Oh, deze ook mooi. Ja, die is lekker, hè? Ja. Ik wil graag ook een pomp. Winter vanille kokos. Die is nieuw. Wat is dit dan? Is dit om... Oh ja, ook gewoon mee te douchen. Cacao, vanille. Oh, ik ga dit allemaal even ruiken. Maar dit is echt geweldig. Even kijken wat ze nog meer hebben. Foamies. 3,75. Hier hebben ze ook allemaal foam. Oh ja. Vanille cake. En je hebt dus heel veel van dit soort zakjes. En dat is ook echt mijn favoriet. Dit kun je dan één keer in bad doen. Maar dit is toch schattig om gewoon te geven aan iemand. Of gewoon zelf te houden. Ik heb dus deze van vorig jaar. Maar die moet ik nog gebruiken. Dus dat ga ik wel doen. Oh, je hebt hier ook weer mijn favoriet. Ik ga hier wel even eentje van uitkiezen. Hier, ook nog één winter. Je hebt zoveel winterdingen hier. Welke zou jij doen van alle zakjes? Die ziet er wel leuk uit. Deze ziet er ook leuk uit. Het is allemaal schattig. Vanille, appel. Ja, die heb ik al. En ik zie hier nog wat bathbombs. Er is dus ook nog allemaal kerst. Echt heel erg schattig. Oh, dit is ook leuk. Deze, met die huisjes. Ik heb dus de laatste tijd echt zo'n zwak voor huisjes. €4,75. Dit is ook echt zo'n perfect kerstboompje. Wat is dit? Een schaaltje. Cocktail set. Oh ja. En hier kaarsen. Oh, die zijn ook leuk. Hier goud. Oh ja, zo in heb je ook weer de Action. Hoe duur is die dan? 3,75. Oh, dat is nog best veel. Oh, geurstokjes in een wintergeur. Wat is dit? Time to Glow. En Snowflake. Hoe duur? Weet ik niet. 5,95. Zou die lekker zijn? Snowflake. Klinkt wel lekker. Net hadden we het over adventkalenders. Hier zijn er heel veel. Ik zie hier die van Maybelline. Die weer van DM. Hier ook van DM. Die is maar €20. Wat zou hier dan allemaal in zitten? Oh, echt allemaal mini producten van Alverde. Dat is dus een merk van DM. Met een winterverpakking. Heel leuk. Nootjes. 25. Oh, hier is die van Nivea. Ziet er ook wel mooi uit. Echt vet veel. Ook weer Balea. Eigenlijk heb ik zin om dit te halen, Britt, voor Sander. Maar hij gaat dat niet gebruiken. Maar het is maar €14,95. En dan gewoon van Balea Men. Ik zie hier ook nog allemaal lintjes en cadeauverpakkingen. Oeh, deze is heel mooi. Weet je, dat jute met rood. Hoe duur zou dat zijn? €1,45. Ik moet zeggen dat ik er al wel genoeg heb. Hier, oh ja, dit is ook leuk met cadeautje inpakken. Van die gedroogde sinaasappels. €1,75. Heel erg leuk. Boom. €3,25. Oeh, appelkaneel. Geurolie. Heel veel Batiste droogshampoo. Maar ik zie hier ook een Balea droogshampoo. Zou die fijn zijn? Geen idee. Dit ziet er ook wel mooi uit. Kristen S. Hele mooie verpakking. Dat is vloeibaar of niet? Nee, het is vloeibare droogshampoo. Het voelt een beetje poederig. Oh. Maar volgens mij is het wel vloeibaar, want het zit te spuiten. Ja. Of kijk dit. Grappig. Even. Ja. Oeh, en hier nog heel erg veel haardingen. Oh mijn god, ik ben bij de bakdingen. Nou ja, daar hou ik sowieso echt heel erg van. Maar kijk wat ik zie. Pumpkin spice. Ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Oh, dit is zo'n mukcake. Pumpkin spice mukcake. En je hebt hier ook pumpkin spice puree. Oh, en allemaal kerstetenswaren. Ik heb echt geen idee wat het eigenlijk allemaal is. Wat is dit? Winter fruitpunch. Speculaas, koekjes.
Oh, dit is zo'n decoreerset. Van gingerbread houses. En ik zie hier nog thee. 24 zakjes. Oh, kijk dan. Gewoon een adventkalender voor je thee. Ik zie hier nog een winterthee. 1,95. Ook nog een verse winterthee. En hier een warm en cozy. Goed, gisteren ben ik dus naar Duitsland geweest. En daar heb ik dus bij de DM heel wat geshopt. Dus ik dacht, ik ga even een shopblog filmen, want het is best wel veel. Oké, ik heb hier de bon. En in totaal heb ik €33,80 uitgegeven. Dus dat valt echt wel mee voor de hoeveelheid dingen wat ik heb gehaald. Ik begin maar gewoon met dit, want dit heb ik ook al opengemaakt. Ik heb namelijk gisteravond al een theetje gehad hiervan. Ik dacht, ja, dit moet ik toch even proberen. Dit is DM Bio Thee en het is de smaak winter thee. Ik zag deze liggen en ik dacht, ja, dit moet ik hebben. Zo ziet de verpakking eruit. Echt heel erg winters. Het sprak mij eigenlijk meteen aan. En hierin zit dus eigenlijk de smaken appel, rooibos, zimt, is volgens mij kaneel, en gewoersnekke, nelke. Ik heb geen idee wat dat betekent. Het is in ieder geval heel erg lekker. Ik heb hem dus al gehad. Echt een winterthee. Echt zo'n kerstthee. Beetje anijsig. Misschien is dat wel anijs. Ik heb geen idee. Wat is deze thee? Echt een aanrader. Sowieso in DM kijk ik echt altijd naar de herfst- en winterverpakkingen. Want ik heb daar echt een zwak voor. En het liefst doe ik gewoon alles zo pakken. En in mijn mandje heb ik niet gedaan. Nou ja, bijna wel. Maar goed, soms moet ik me gewoon even inhouden in het leven. Hier, de winterthee. Die kost €1,95. Dan even naar make-up. Make-up. Dit is geen make-up, maar wel een tool. Dit is echt een aanrader om te halen als je bij de DM komt. Je kent natuurlijk wel de beauty blenders. Nou vind ik de Real Techniek, die spons, echt een hele goede dupe. Die gebruik ik echt al jaren heel erg fijn. Maar vorig jaar ging ik naar de DM met Danielle van Make Me Blush. En zij zei, Floor, deze moet je meenemen, want die is echt heel erg fijn. Dus toen ben ik hem eigenlijk gaan gebruiken en sindsdien ben ik verkocht. Ik vind hem net zo fijn als de Real Techniek spons. Maar deze is echt een stuk goedkoper. Volgens mij is de Real Techniek spons €7,99. En deze Beauty Blender spons is €2,45. Het is dus van DM eigen merk. Volgens mij Ebelin of zo. Ja, Ebelin. En ik heb dan de zwarte meegenomen. Maar die is gewoon echt heel erg fijn. Ja, dit is de spons. Aan deze kant is die plat. En aan deze kant niet. En als je hem gewoon in het water doet, dan groeit die ook, zeg maar. Dan wordt die groter. Dus echt heel erg fijn. Dan mijn favoriete product heb ik meegenomen. Deze was namelijk al bijna op. Ik gebruik deze nu al 2 jaar. Als ik in bad ga, ik ga echt heel vaak in het leven in bad. Ik vind een bad echt ultiem me-time momentje. Maar deze heb je dan echt nodig. Dit is voor in bad dus. In de smaak, in de geur, wintergevoel. Deze geur is niet normaal. Zo lekker. Echt gewoon heel zacht. Niet te heftig of zo. Maar echt een winterkruidige kaneel geur. Echt heerlijk. En dit is dus van het merk Knijp. Als je deze in een bad doet, dan gaat het ook helemaal schuimen. Dus echt een aanrader. En deze kost €2,75. En deze verkopen ze dus echt online bij bol.com en zo voor €11 of zo. Dus top. Deze heeft mijn zus toevallig ook meegenomen. Maar zij liet deze zien en toen dacht ik, oh ja, dit is top. In dezelfde lijn heb ik namelijk gewoon een shower gel meegenomen. Nou moet ik zeggen dat ik echt genoeg heb in mijn leven. Ik heb echt voorraad waar je u tegen zegt. Maar deze geur kon ik niet laten. Dus deze wilde ik ook meenemen. Oh, grapje. Deze kostte €2,75. En die van net uit, voor in een bad €3,45. Vind ik alsnog echt mega goedkoop. Toen ging ik even bij de kerst kijken. En toen zag ik dus deze. En deze verpakking vond ik echt prachtig. Dus ik dacht, ja weet je, ik gok het erop. Want ik kon het niet echt ruiken of zo. Ik vond het ook een beetje aso om het in de winkel open te maken en helemaal te gaan ruiken. Dus ik dacht, nee, ik neem hem gewoon mee. Dit zijn geurstokjes van het merk Aipuro, ik heb geen idee. Maar ze hadden 2 varianten, een zilveren en een gouden. Ik heb de gouden meegenomen. De zilveren was iets met snowflakes. Klonk echt amazing. Maar ik heb mijn kamer best wel goud, dus ik dacht, nee, ik neem die met de gouden dop mee. En dit is de geur Time to Glow. Een kerstvariant dus. Dit is de verpakking. Echt heel erg mooi. Ook leuk om een cadeau te geven of zo met kerstdagen. En nu heb ik hem dus gisteravond opengemaakt. Want ik was toch wel heel erg benieuwd naar de geur. Dit is het potje. En ik ging hem dus openmaken. En het ruikt echt gewoon 100% naar de geur Alien. Ik weet niet of je die kent.
Maar die geur is echt heel erg lekker en het ruikt gewoon echt naar die geur. Dus ja, mijn kamer gaat echt ruiken naar die geur Alien. Echt heel erg lekker. Niet per se een kerstgeur, maar wel een hele lekkere geur. Dan gaan we door. Ik heb hier dus ook vorig jaar een van meegenomen, maar nu een andere geur, een andere smaak. Dit is namelijk voor in bad. Het is een soort badzout of zo. Ik weet niet precies wat het is. Maar ook dan gaat je bad helemaal schuimen of het water. En dit is in de geur Winter Sauber Badeschaum. Ja, het ziet er gewoon heel cute uit. En dit was echt maar 95 cent. Deze dus. Je had verschillende soorten, maar ik heb deze gekozen. Want die zag er dus heel erg lekker uit. Dan heb ik mijn favoriete concealer meegenomen. Ik gebruikte altijd die van Elf. Totdat ik vorige week deze had gekocht van Catrice. De True Skin High Cover Concealer. Waterproof. In de kleur 010 Cool Cashmere. Dit is echt een hele fijne budget concealer. Ik vind hem nog fijner dan die van Elf misschien. Echt een toppertje. Dus die moest ik meenemen omdat het hier gewoon net iets goedkoper is. En dat is dus deze. En hier heb ik €4,25 voor betaald. We zijn er nog niet. Ook al heb ik dus genoeg shower gels en doucheproducten. Op voorraad ook nog heel veel, maar ik kon het niet laten. Op dit moment douche ik met deze en die is dus echt bijna op. En toen zag ik hem en dacht ik, ja, die moet ik ook meenemen, want hij is bijna op. Dit is echt een favoriet merkje van mij, wat je dus te koop hebt bij de DM. De Treacle Moon, zoiets. In de geur Winter Fairy Tale. Dit ruikt naar koekjes. Ja, echt heel erg lekker. Gewoon lekkere vanillekoekjes. Dat is dus deze. En omdat ik hem al heb opgemaakt, wist ik dat ik hem ook gewoon echt ga gebruiken en lekker vind. Dus ik heb alvast voor volgend jaar een nieuwe meegenomen. Ik ben namelijk zo'n persoon die elk seizoen met seizoensproducten doucht. Dus in de winter, winter. In de herfst, herfst. Dus ik heb in hetzelfde merkje de Treacle Moon, de Apple Cinnamon. En deze was dus nieuw in het assortiment. Ik kende hem zelf ook nog niet. Ik heb hem even geroken en het is echt heaven. Echt appelkaneel. Heerlijk. Hoe de kaarsen ruiken, die appelkaneelkaarsen. Maar dan om mee te douchen. Echt perfect. Dus dat is die. Die heb ik ook alvast meegenomen. Ik was hier nu toch. Deze kost €2,95 en deze kost ook €2,95. En hiervan weet ik ook dat ze gewoon in Nederland op de webshops hier voor veel meer worden verkocht. Dus dat is echt een score. En last but not least heb ik mijn favoriete haarmasker meegenomen. Ik heb hem volledig opgemaakt. Ik heb deze ook vorig jaar meegenomen. En dus laatst eigenlijk opgemaakt. Dan moet ik zeggen dat ik wel een tijdje was gestopt met haarmaskers gebruiken. Vraag me niet waarom. Ik denk gewoon lui of zo. Maar toen heb ik hem weer gepakt. En sindsdien ben ik echt verkocht. Hij is dus op. Ik had een nieuwe nodig. De Garnier bananen haarmasker. Zonder sulfaten en al dat troepgedoe. Heel erg lekker vind ik die. En hij is echt enorm fijn. Dan maak je haar niet vet, maar wel echt heel erg zacht en gewoon fijn. Dus die moest ik meenemen. €5,95. Dus dat is eigenlijk alles wat ik bij de DM heb geshopt. Heel erg blij mee. Vooral voor voorraadjes, zodat ik gewoon weer tegenaan kan. Ik ben benieuwd of jij wel eens bij de DM bent geweest en wat jij er dan altijd meeneemt. Laat het zeker weten, want dan kan ik dat misschien een keer testen of ook meenemen als ik er weer kom. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond en tot de volgende video weer. Doei doei!